Een lange, zwoele nazomer. Dat betekent barbecuen. Zo'n 95% van de Nederlanders barbecuet minimaal 1 keer per jaar. En 40% doet dit 6 keer of vaker. Maar hoe grill je je hamburgers en groentespiezen op een duurzame manier? Je kunt kiezen tussen houtskool en briketten. Briketten steken lastiger aan dan houtskool, maar branden langer en gelijkmatiger. En je hebt er minder van nodig. Kies voor een FSC of PEFC keurmerk. Dan weet je dat ze uit duurzaam beheerde bossen komen. Nu zijn er sinds kort briketten van kokosnootschalen. Die blijven over als afval en er hoeven dus geen bomen voor gekapt te worden. Die briketten worden heter, ze roken minder en je houdt minder as over. Ze zijn wel ongeveer 2 keer zo duur. Voor het aansteken zijn er aanmaakblokjes. De bruine zijn van geperst hout, vaak met wat plantaardige olie erin. Dat is beduidend minder belastend voor het milieu dan de witte, waar kerosine in zit en die ook nog eens stinken. Kies ook hier voor het FSC-keurmerk. Je kunt ook op gas barbecuen. Dat is minder romantisch, maar wel veel groener. Je kan de barbecue uitzetten als je gaat eten en de temperatuur is goed te regelen. Dan de elektrische barbecue. 1 barbecuefeestje kost net zoveel stroom als 4 wasbeurten. Als je groene stroom hebt, bijvoorbeeld van je eigen zonnepanelen, dan is elektrisch barbecuen het allergroenst. Maar zelfs als je ordinaire grijze stroom hebt, is het altijd nog beter dan houtskool of briketten. En wil je een echt groene barbecue? Ja, dan kies je natuurlijk niet voor vlees. Maar grill je groenten of pof je een pieper.